Energiebesparing via isolage van huizen en orengebouwen krijgt vissen te min aandacht van de politiek. Dat werd inzet Joert bij een politieke discussie in het Abe Lentstra Stadion onder leiding van Dick Tommel. Hij is oud-staatssecretaris en voorzitter van Stichting Spaar het Klimaat, die inzet op besparing via isolage. Door isolage kan de energie rekken, maar meer dan 60% naar onderen. De politiek moet er volop inzetten, vindt Tommel. Voorlichting geven aan alle inwoners, dus gewoon helder vertellen wat je kunt verdienen. In de tweede plaats een regeling maken waarbij je dus een kleine subsidie krijgt of een gratis lening kunt afsluiten bij de provincie. Die je dan weer terugbetaalt en die dan weer als het ware gerecycled wordt. Hè. Dat zijn de meest voor de hand liggende mogelijkheden als provincie om er wat aan te doen. Deputeerde Johannes Kramer schot ook dat de politiek te min omdenken had voor isolage. Een lening om mensen dat aan te zetten vindt hij een goed plan. Dan komt het yield ook weer om, dan kunnen we dat ik weer bij oren deal inzetten. Dus ik denk dat dat een heel goed idee is.